Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag al vrijdag. Ik ben de hele week doodziek geweest. En ik begin eigenlijk weer een beetje beter te worden, want ik zit nu dus aan de antibiotica. En het werkt heel goed. Ik ga nu naar een tentje en dat heet Theetuin. Daar zijn mijn ouders, dus daar ga ik even gezellig heen. Want ik voel me toch wel een stukje beter. Ik wil even mijn huis uit, ik heb helemaal gek hier in mijn huis. En het is super mooi weer. Mijn ouders zijn erheen aan het lopen, maar dat was even iets te veel voor mij. Dus ik kom maar in met de auto. En ik ga er wat van proberen om dit weekend te vloggen. Al wordt het een korte vlog. Het is tenminste wat. Dus, dat gaan we doen. Ja, ik ga daar nu heen. Het is al 3:30. Vandaag alleen maar een eitje op. Maar, ja, weet je. Ik heb gewoon echt heel weinig honger. Ja, ik hoop dat jullie, jullie hebben allemaal zo lieve berichtjes gestuurd op Instagram, echt niet normaal. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor al die lieve berichtjes en jullie bezorgdheid. En ja, het is nu dus gewoon al vrijdag, maar ik ga kijken of ik er wat van kan maken. En anders, ja, is het gewoon een korte vlog. Gisteren, ik heb ook een coronatest moeten doen. Ik had het eigenlijk echt moeten filmen, maar ik was er echt veel te ziek voor. Maar ja, ik moest dus een coronatest doen. En ja, heel veel mensen zeiden dat dit heel veel pijn zou gaan doen, maar ik vond het helemaal niet zo heel pijnlijk. Maar dat komt omdat ik heel veel keelpijn had. Dus ik denk dat bij mij de keelpijn zoveel pijn deed, dat geen één pijn, zeg maar, dat kon overtreffen. Dus zeg maar dat die pijn deed niks voor in vergelijking wat voor pijn ik had. Dus, maar er gaat dus één in je keel. En dat is staafje. Keel. En dan gaan ze even roeren. En één gaat er in je neus. En hier heb ik echt veel horrorverhalen over gehoord. Maar ja, het viel echt hartstikke mee. Ik vond het helemaal niet zo pijn doen. En het is letterlijk 3 seconden. Weet je, dus waar gaat het over? En dat heb ik mij hier in de buurt gedaan. En toen de volgende dag had ik zo keelpijn dat ik gewoon niet meer kon slikken en niet meer kon praten. En toen, misschien is het beter als ik hem gewoon even vasthoud. Ik kon gewoon niet meer slikken en praten. En toen wilde ik gewoon naar de dokter, want ik wilde gewoon antibiotica voor mijn keelpijn. Want het was echt gewoon, ja, ik kon gewoon niet eten, ik kon niet drinken, ik kon niet praten. Ik kon niet eens slikken, ik kon niet ademen, alles had zoveel pijn. Dus toen wilde ik naar de dokter, maar dat mocht niet, want ik had nog niet de uitslag van de coronatest. En je mag als je koorts hebt, dus niet naar de dokter. Dus toen moesten we helemaal naar het ziekenhuis in Leiden. En daar moest ik naar een huisartsenpost. En daar was alles helemaal coronaproof ingedeeld. En toen heeft een dokter naar mijn keel gekeken en die zei van ja, dit is gewoon een zware keelontsteking. Dus ik mocht meteen antibiotica bij de apotheek ophalen en er meteen mee beginnen. Dus dat was heel fijn, want de antibiotica sloeg meteen aan. En ik heb nu al 4 pillen gehad en het zijn er in totaal 20, een kuur van 20 pillen. Dus ik heb nog wel even te gaan, maar ja, het gaat echt veel beter door. Het is misschien ook nog wel een beetje aan mijn stem. Dus dat is allemaal heel positief. Ik ben blij dat ik gewoon überhaupt weer even de deur uit kan en even iets kan gaan doen. En oh, het wordt zo ziek van als je de hele tijd in je bed ligt en nog maar te zweten. En oh, het was helemaal niks gewoon, jongens. Geen corona, geen antibiotica, ja, wel antibiotica dus. Mag niet drinken, moet rustig aan doen. Dus ja. Dat is allemaal heel positief. En ik ga nu even rijden, want dit werkt op één. Nou, we hebben een lekker taartje. Ik heb lekker munthee. Lekker door. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Ik moet even mijn kamer opruimen, want ik moet even alle was opruimen. Het is allemaal troep. En vanmiddag kwam Bo even langs. Om te kijken hoe het met me gaat. Zo lief. Toen had ze een bos rozen voor me gehaald. Zo lief. Echt een cutie pie. Dus die heb ik even in deze vaas gezet. En, want ze ging naar de Primark en ze vroeg nog of ik nagels wilde. Maar ik heb nog genoeg nagels hier liggen. Dus
Dat was niet nodig. Maar ze heeft wel voor mij deze wimpers gekocht. Want deze wimpers heb ik dus afgelopen keren ook op gehad. Als ik wimpers op had. En ik vind deze van de Primark heel goed. Ik heb wel zelf lijm van Duo. Maar deze wimpers zijn letterlijk 1,50. En deze zijn zo mooi. Ze zijn echt heel natuurlijk of zo. Ze zijn echt perfect. Gewoon perfect. Niet too much. Maar ook niet dat je het niet ziet, zeg maar. Dus daar heb ik er weer lekker 3 paar van. Kun je op zich wel meerdere keren gebruiken. Als je gewoon goed die lijmer afhaalt en zo. Ja, het is op zich wel mooi weer. Maar het waait een beetje hard. Ik heb heel erg last van buikpijn door mijn spiraal. Ik weet niet of iedereen het weet, maar ik heb een spiraal laten zetten. Ik weet niet of dat ooit heb gezegd. Volgens mij heb ik het wel gezegd. Maar ik ben er niet te diep op ingegaan of zo. Want ja, dat vind ik niet heel chill of zo om daar helemaal uitgebreid over te praten. Maar ik ben gestopt met de pil. Want ik werd dik en depressief van de pil. En ik vond gewoon niks. Dus ja, nu ben ik dit gewoon aan het uitproberen. Wel een spiraal met hormonen. Maar ik heb echt heel erg last van mijn buik. Gewoon die ongesteldheidspijn. Ik ga toch niks doen. Ik ga lekker helemaal niks doen dit weekend. Ik heb wel. Ik denk dat ik gewoon hier een weekendvlog van mag gaan maken of zo. Ik weet nog niet zo goed wat ik dit weekend ga doen. Ik ga sowieso niet uit. Dat ga ik echt niet doen. Vanavond weet ik ook nog niet wat ik ga doen. Lekker niks. Oh, heerlijk. Ik ga morgen denk ik gewoon die video's opnemen. Oké, ik heb net even avond gegeten. Moeder heeft lekker noedels gewokt. Ik ga nu even mijn kamer een beetje opruimen. Echt, het is gewoon alweer vrijdag. En ik ben gewoon mijn tas aan het uitpakken van afgelopen weekend. Ik ben gewoon een hele week, heb ik zeg maar, een soort van geskipt. En ik heb eigenlijk deze week eigenlijk pas een soort van vakantie. Dus ik heb gewoon mijn eerste week vakantie gewoon helemaal kut. Gewoon doodziek. En dan was ik eigenlijk een paar dagen, want mijn ouders waren weg. Die waren van zaterdag tot woensdag weg. Dus ik was gewoon een paar dagen niet thuis. En ik heb gewoon alleen maar ziek op bed gelegen. Echt. Ben ik een keer alleen thuis, ben ik ziek. Echt. My life. Maar ik ga even alles opruimen. En worden en want mijn kamer is een tiefzooi. Nou jongens, je zult het niet geloven. Maar ik heb niet alleen mijn kamer opgeruimd. Ik heb ook mijn hele kamer afgenomen. Terwijl, zou ik zeggen. Dat kan niet. Ik heb een houten vloer. Maar alles stofgezogen. Schoongemaakt. Ik had helemaal de schoonmaakdrang opeens. Dus het is allemaal weer helemaal clean en netjes. Echt heerlijk. En ik ga nu denk ik even Martien kijken. Dus gewoon. Hoe heet het ook weer? Chateau Meiland. Chateau Meiland? Ja. Dat zie ik nu weer stom te doen. Ja. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst even lekker mijn make-up en zo eraf halen. Lekker chill outfitje aandoen. En dan ga ik lekker in mijn bed liggen. Echt bizar lang geleden dat ik gewoon een avond thuis was. Dat is echt niet normaal. Ik ben gewoon altijd weg. Daarom ben ik ook gewoon ziek geworden. Want ik heb gewoon te veel gegeven van mezelf. En op een gegeven moment zeg je lichaam natuurlijk gewoon van, yo, nu is het klaar. Ik ga even make-up afhalen. En dat doe ik. Ik heb dat al een keer laten zien volgens mij. Dus ik ga het gewoon lekker doorspoelen. Helemaal fresh en ready to go. Nou, ready to go to my bed. Lol. Het is vandaag zaterdag. Ik zie er niet uit. Ik kom net onder de douche vandaan. Ik heb dit shirt aan van Daily Paper. Ik krijg altijd vragen over dit shirt. Maar dit shirt is dus niet meer te koop. Ik heb al gekeken, maar hij is er dus gewoon niet meer. En ik heb dit aan met een bike short. Even simpel. En ik ga vandaag een video opnemen voor Sevoel. Ik moet alleen nog een pakketje ophalen bij het postkantoor. Want
Er mis nog één. En ik ga nu even deze nagels plakken. Van de Primark. Heel benieuwd hoe deze zijn. Dit is echt heel glossy. Maar ik vond dit kleurtje dus wel leuk zijn met die rood hierin. Ik heb echt vaak dit shirt aan ofzo. Maar ik vind het gewoon zo'n chill shirt. Ik ga denk ik echt nog zo'n soort shirt bestellen. Want ze zijn echt top. Maar ik ga me eerst even opmaken en mijn haar feunen en alles. En het is al fucking 1:15. Het is al 1:15. Maar ik heb gewoon lekker gechilled vanochtend. En rustig aangedaan. Ik ben nog semi-ziek. Dus... door eens gaan. Ik kan gewoon, zeg maar, toen ik beter was, dacht ik, ik moet gewoon meteen weer gaan vloggen. Ik kan niet gewoon beter zijn in die vlog. Ik dacht, boeien, ik maak er gewoon een weekendvlog van. Ik dacht, ik moet gewoon vloggen. Ik kan, het voelt gewoon niet natuurlijk als ik een dag niet vlog. Echt heel erg eigenlijk. Dat het zo ongemerkt gaat. Iemand comment ook van, ik vind het zo leuk om te zien hoe jij gewoon zo oprecht je leven deelt en zonder schaamte en weet je... Maar het voelt voor mij zo natuurlijk aan. Alsof jullie gewoon ja, echt een soort mijn vriendinnen zijn. Het is heel raar alsof ik gewoon tegen mijn vriendinnen praat wat ik doe op een dag. Terwijl ik jullie natuurlijk eigenlijk helemaal niet ken. En jullie mij wel. Maar ja, ik vind het gewoon zo leuk om te doen. Dus dan is het goed. Zo, ik heb helemaal ready gemaakt. Ik heb mijn haar gefeind. Oh. En ik heb me helemaal gevliegd. Ik heb zelfs wimpers op. Daar heb ik gewoon heel erg veel zin in. Ik ga nu even snel het pakketje ophalen bij het postkantoor. Oh, ik moet ook die nagels even plakken. En ik heb dit aan, maar het regent dus. Maar, ja, weet je, boeien. Ik heb geen zin om helemaal een lange broek aan te trekken. Oh, deze jas past hier echt niet mee. Wat de fuck doe ik? En dan ga ik de video opnemen. Ik denk dat ik even ga filmen in mijn kamer. Want iedereen is thuis. En dan, als ik dan daar ga zitten filmen beneden, dan... iedereen constant binnenlopen. En dat is fucking irritant en hinderlijk. Maar ik, ja. Nou, wat een gezeik met het pakket. Eerst kom je eraan. Ben ik mijn idee vergeten. Moet natuurlijk een idee hebben voor je het pakket houdt. Toen moest ik opeens €20 betalen als douanekosten of zo. Maar dat klopt echt niet, want... dat klopt gewoon niet. Dus ik heb meteen Safoel even... bereikt van, what the fuck bro, ik moet €20 betalen. En ja, ik ga nu een video opnemen. En oh, toen wilde ik betalen met mijn telefoon, kon je daar niet met je telefoon betalen? Nou, zoals achterlijks heb ik nog nooit gezien. Maar ja, ik ga nu alles een beetje opruimen en ready maken voor het filmen. Maar ik vind het zo raar, ik dacht echt €20 betalen voor zo'n klein pakketje. Whatever, het zal wel. Oeh, ik heb het bloed. Hey! Mijn haar zit niet. Zakt meteen allemaal weer uit. Nou, het zit niet! Ik ben helemaal klaar met filmen met shoplog. Ik heb het al een beetje opgeruimd. Het is inmiddels 6:30. Nee, het is 5:00. En ik ga een vriend ophalen op Schiphol. En die komt gezellig bij mij eten. Oh, ik heb jeuk in mijn oog. Ik heb voor het eerst... sinds een week weer mijn lenzen in. Het jeukt en deze wimper zit los. Dus die moet ik opnieuw doen. En ik ga gezellig vanavond met vrienden lekker een drankje doen. Maar ik mag geen drankje doen, want ik zit aan de antibiotica. Fuck my life. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Het is echt heel hard aan het stormen. Ik heb net gedoucht. Ik ben nu aan het opmaken. Het is bijna 2:30 alweer. Echt. Ik heb gewoon lekker... mijn rust genomen dit weekend. Gewoon even niks gedaan. Ik ben natuurlijk heel erg ziek geweest. Dus nu gewoon even chill. Ik heb ook gewoon letterlijk een shirt en een legging aan. And that's it. Ja, weet je. Wat moet je aan doen? Ik ben nu even mijn wimpers aan het krullen. En even mascara op doen. En dan ga ik zo denk ik even een lekker broodje bij de slager halen. Daar heb ik zoveel zin in. En dan ga ik het even eten. Ik heb nog niks gegeten. Alleen een beetje koffie op. En dan ga ik vanavond gezellig naar een vriend van mijn ouders. En gaan we daar gezellig Indonesisch eten. Dus ik heb echt super veel zin in. Ik ben helemaal ready. Ik heb ook even een leuk oorbelletje in gedaan. Oh, ik kreeg dus heel veel reacties van... er zit zoveel mascara boven je ogen. Maar dat moet ik dan nog weghalen. Of dat vergeet ik dan. En dan pak ik wel de camera. Dus dat haal ik even weg. Maar ik heb even deze blazer erbij aangetrokken. Het blazerjasje van Joyns. En ik heb deze shoes...
van, zo veel bijna, van Shein erbij aan. Dan ga ik lekker broodje halen. Het is echt, nou nu is het op zich wel mooi weer, maar net was het zo hard aan het waaien. Dus jongens, die wind is echt niet te doen. Ik word er niet goed van. Ik heb zoveel honger, het is al 2:15. Ik heb altijd dat ik overdag gewoon bijna niks eet. En in de avond, dan gaat mijn maag aan of zo. En dan heb ik een honger. Dat is niet te begrijpen. Zo, het is wel. Nou, jongens. Ik ben een partij boos. De fucking slager is dicht. Echt, wie verzint het? Nou, dicht. Ik heb dus nu een pistoletje met biefstukkappenade gehaald. Nou, ik ben heel benieuwd. Een pistoletje en een blikje Red Bull. Heel erg slecht. Nou ja, ik moet wat in je leven. Maar ja, dus dat is een dikke faal. Ik had zoveel zin in dat broodje benen. Maar ja, dat is het niet. Ik wist niet dat de slager vanaf dicht was. Maar wel dus. Maar ja, dit is ook vast wel lekker. Ik denk dat het een soort steak tartare is of zo. Zo lijkt het. Oké, doei. Het is inmiddels alweer maandag. Ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Dus heel erg bedankt voor het kijken voor deze mini-vlog. Ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. Ja, ik heb niet zo heel veel gedaan natuurlijk. Maar, oh, dit gaat niet worden. Ik heb natuurlijk niet zo heel veel gedaan. Ja, ik dacht, ik wil toch wel iets van een vlog online hebben. En ja, nu heb ik toch iets van een vlog. Jullie vinden volgens mij altijd alles leuk om te kijken. Dus ik hoop dat het goed is. Oh, ik zie daar Julia lopen. Ja, ik hoop dat jullie het nog leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Mij te abonneren. En me te volgen op Instagram. Dat is Sarah Verwoerd. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei. Love you.